was across the border. I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I've changed my name forever. I've lost my wife and children, but I have many friends. And some of them are with me. An old woman gave a shelter, kept us hidden in the garret, then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. To the place the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadows. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme, mes enfants, mais j'ai tant d'amis. J'ai la résistance entière. Un vieil homme dans un grenier, où la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Then we'll come from the shadows. Thank you.
Waalse Kaai 33. De 25e struikelsteen voor scheepsters zelfs. Voor u staat een gelukkig man. Een gelukkig man in die zin omdat ik voor al die mensen die dat ik niet gekend heb, ik heb die leren kennen op het bedrijf zelf, op een monument, gebeiteld uw namen, waar u gebeiteld uw namen in staan. Ik heb het op mij genomen om voor die mensen allemaal een struikelsteen te leggen. Dus ik leg vandaag mijn 25e struikelsteen. Maar ik ben daar niet alleen in, het is in feite via Frankie Toté, dat dit verhaal levend is. Hij overleefde de concentratiekampen en gaf mij zijn informatie door in 1983. Het is ook door hem dat er de voorbije maanden door zijn verhaal toespraken bij het leggen van de struikelsteen berusten op waarheden die Frankie Toté zelf ervaarde en onderging. Joseph Pir, geboren 27 januari 1908, gehuwd met Van den Bemde Annette, woonde hier Waalse Kaai 33. Hij begon te werken bij het scheepsbestellingbedrijf Mercantiel. Sommigen onder jullie hebben het vandaag al een paar keer gehoord als rieger. Rieger waren mensen die dat een stuk aan boord brachten, waar hij terechtkwam in een sterk syndicaal bedrijf, waar hij deelnam aan de woelige jaren, de jaren 30 natuurlijk, waarin gans ons land een strijd woelde om betere arbeidsvoorzieningen, betere bescherming voor ziekte, invaliditeit en werkvoorwaarden. Joseph zag dat gebeuren. In Italië kwam een idioot aan de macht, met name Mussolini. En in Duitsland de nog gekkere Adolf. In 1933 maakte Hitler gebruik van zijn macht om al diegenen die tegen hem waren op te sluiten in een kamp, een concentratiekamp. Dachau was de naam van het kamp en zorgde ervoor dat de tegenstanders, en zeker syndicalisten, werden opgepakt en opgesloten. De vakbonden en de syndicalisten waren alom vertegenwoordigd in de bedrijven en hadden daar een zekere macht om de productie, de oorlogsproductie, stil te leggen. In mei 1940 wordt België overrompeld door Nazi-Duitsland. Het bedrijf Mercantil wordt gebombardeerd en er vallen slachtoffers en zelfs 1 dode. De gevestigde vakbondsorganisaties worden verboden en een Duitsgezinde vakbond, de Unie van Ambt en Geestarbeid, wordt naar voren geschoven. En het bedrijf wordt onder militair gezag geplaatst. Staking was verboden, niet tegenstaande, braken er geregeld korte stakingen uit. Er werden zelfs eisen gesteld. Er was nood aan organisaties die de nodige stakingen en werkonderbrekingen in goede banen moesten leiden. Daar onze gevestigde vakbonden weg waren, moet men op zoek naar iets anders. De stakingen waren er naar aanleiding van het verminderen van het loon. En onmiddellijk na mei 40 werden onze lonen terug naar beneden gehaald en onze arbeidsvoorzieningen ook. Dit maakte dat de Unie van Ambt en Geestarbeid totaal geen vat had op de vooroorlogse syndicalisten. Joseph, syndicalist, bood zich aan in de nieuwe opgerichte vakorganisatie, namelijk de syndicale strijdcomité's. Deze organisatie die ontstonden overal in België in de grote bedrijven en werd de spreekbuis en vertegenwoordigers van de arbeiders en bedienden. De propaganda die gevoerd werd door de Unie van Ambt en Geestarbeid sloeg niet in bij de arbeiders. En de Unie heeft in feite nooit enige erkenning gekend. Josephus werkte clandestien mee aan de sluikpers en zijn verdeling ervan. Pamfletten werden gedrukt bij 2 collega's scheepsbestellers uit Merksen. Deze werden dan in het bedrijf verdeeld aan zij die men kon vertrouwen. Er waren namelijk ook scheepsbestellers die de kant van de Duitsers kozen en aangesloten waren bij de Unie. Nu, het aantal van die gecollaboreerde scheepsbestellers, wat moet ik dat toch eventjes vermelden, was heel miniem. Ik dacht in totaal dat er maar 12 mannen waren die zich hebben aangesloten. Waaronder ene uitspringt, dus springt er ene heel zeker en vast uit. En dat is de enigste van die 12 die dat lid werd van de vlag. En de vlag was in feite de organisatie
die dat ervoor zorgde dat je van bij de vlag wordt aangesloten, dat je onmiddellijk in feite bij de Vlaamse SS'ers zou ingelijfd worden. Die man was Bobby Jan Schoepen, onze man van Zie de Lichtjes van de Schelde. Nu, men pleegde daar sabotage, heel veel sabotage zelfs. Het afgeleverde materiaal was niet te vertrouwen. En men keerde bijna altijd iets. Ofwel was het een stuk te lang of te kort, of paste het niet. Opmerkend toen werden de schepen hersteld na een lange tijd van miserie en totaal onbetrouwbaar. De weerstand in de bedrijven, de sabotages in de Antwerpse haven, begon een hinderpaal te worden voor de nazi's, die hierdoor hun productie probeerden veilig te stellen. De vrijwillige arbeid in Duitsland in vroege 1940, gevolgd door de verplichte arbeid in Duitsland in oktober 1942, had niet het gewenste resultaat. En Duitsland viseerde zich op onze bedrijven om hun economie te laten draaien. Iedere beschikbare Duitser was onder de wapens. Josephus werkzaam met een groep verzetmensen werd verraden door zijn collega's. Vanaf maart 1942 woerde er een golf door de bedrijven van arrestaties. Dit alleen ook door verraad. 14 juli 1942 wordt de ganse groep waaronder Josephus werkzaam was opgepakt. Op het bedrijf verschenen Vlaams sprekende mannen in uniform met een zwarte leeuw op hun schouder op een gele achtergrond, die één voor één de mensen van de verzetgroep oppakte. Josephus belandde in de begraafplaats samen met tiental anderen van het bedrijf, om vervolgens op 9 oktober te belanden in Breenlook. Hier worden ze weer door landgenoten en SS'ers mishandeld en vernederd en zijn ze getuigen van hun brutaliteit. Weer die zwarte uniformen met op hun mouw een zwarte leeuw op gele achtergrond. Een maand later, november 1942, wordt de ganse groep van scheepsherstellers op transport gezet via het station van Willebroek naar Mauthausen-Goezen in Oostenrijk. In het station staan transportwagens, eigenlijk beestenwagens, en op te wachten. Toen de trein zich in beweging zette, wisten ze nog steeds niet waar ze naartoe gingen. En naarmate de trein snelheid begon te maken, des te harder de wind langs de velen spleten. Nou, binnenkwam. Zal ik eerst de kerstman laten uitzien? In de wagon stond één emmer om hun behoefte te doen. Na enkele dagen van ontbering komt de trein tot stilstand. Op het bord in het station stond te lezen Mauthausen, Oostenrijk. Gekleed in lichtjasjes kwamen ze terecht in een streek waar het zeer hard kan vriezen. We spreken over november. Het station lag in een dal en ze moesten 5 à 6 kilometer bergop onder de slagen van de SS'ers en het bijten van hun honden moesten ze deze afstand afleggen. Zijn eerste indruk van dat kamp was dat het precies een versterkt fort was, opgetrokken uit een bepaalde steen granito's, met achteraan een grote lange barakken netjes in lijn geplaatst. Blok 16 werd voor 14 dagen hun verblijf. Hun haren werden afgeschoren op een zeer brutale manier. Ze kregen een strepen pak waar ze s'avonds een rode driehoek met de letter B van België moesten opnaaien. Op de eerste appel, 15 november, lagen er reeds 7 doden op de koer. Na 14 dagen van quarantaine telden ze 14 doden. Het kon niet anders. Men sloeg, stampte en schoot op de gevangenen. Het is volgens Frankie, onze overlevende, niet onder woorden te brengen. Sommigen van de groep werden overgeplaatst naar een bijkamp Goezen, waar ze onder zware arbeid in steengroeven moesten werken, waar de ontbering en tekort aan voedsel zorgde voor de nodige sterfgevallen. Jeff overleed op 12-12-1942. Volgens de mededeling na de oorlog aan buikloop, dit op 34-jarige leeftijd. Van ganse groep bleven er in december nog 3 man over. De rest van de groep was doodgeslagen, doodgeschoten of van uitputting gestorven, met andere woorden vermoord. Geachte aanwezige vrienden, dankzij de bezieler Gunther Demnig, een Berlijns kunstenaar en ontwerper van de struikelsteen, is Josef Pier terug thuis. Daar waar hij liefde, geluk en verdriet kende.
Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid en aandacht. En ik dank het ABVV en het bijzonder ABVV Metaal met zijn voorzitter Mark Potlansier, die mij de gelegenheid gaf met hun financiële steun om deze scherpstel en weerstanders een plaats te geven in de herdenkingscultuur. Want zoals we vandaag zien, is onze vrede zeer broos. Mijn dank naar de vrijwilligers in dit verhaal, muziek Oscar, foto's Ricky en voor onze steenlegger Wim. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid en ik nodig jullie uit om zelfs met ons een koppertje of een biertje te drinken hier in het café. Ik dank u. Je moet niet zeggen, dit is nu mijn laatste weg. Al zie je onder lodele hemelhek nog steeg. Ons verlangen wordt vervuld, eens gloorde dag. Present zal onze stap slaan als een trommelslag. Ons verlangen wordt vervuld, eens gloorde dag. Present zal onze stap slaan als een trommelslag. Niet met inkt is dit lied geschreven, maar met bloed. Geen vogel zong het als een blijde ochtendgroet. Tussen pijn en vallende muren is het ontbloeid. Gemarteld volk zong het, geslagen en geboeid. Tussen pijn en vallende muren is het ontbloeid. Gemarteld volk zong het, geslagen en geboeid. Er zijn de palmen van waar we gekomen zijn. Tot dit witte sneeuwland dragend onze pijn. Bedenk dat waar eens pad zal vallen van ons bloed. Daar spruit een nieuw gewas, de bloem die het moet. Bedenk dat waar eens pad zal vallen van ons bloed. Daar spruit een nieuw gewas, de bloem die het moet. Je moet niet zeggen, dit is nu mijn laatste weg. Zie je onder lodele hemelhek nog steeg. Ons verlangen wordt vervuld, eens gloort de dag. Present zal onze stap slaan als een trommelslag. Ons verlangen wordt vervuld, eens gloort de dag. Present zal onze stap slaan als een trommelslag. Some of them are with me.